kijken bij de voorzet. Dat is de tactiek. Het strafval blokkeren. En nu doorrijden door de wielen. Zeroes. Komt hij daar mooi doorheen? Dat doet hij. Komen, ertussen te steken en dat gaat hem nog steeds niet lukken. Stefan Christopher Keizer neemt daar de leiding. En deze twee kemphanen die doen het lekker. En Spekreizer volgt. Wanneer komt dat moment dat Spekreizer er tussendoor kan gooien? Maar in de middenmoot wordt nu opgestreden. Het gaat hier om de punten. De nummer 1 laat er even voor wat de nummer 1 is. En de 54. Wilco de Mulder die is daar met Mimo Nokka aan het vechten. En dan een stoeien en hij gaat er binnen door. Die heeft hij. En nu erbij. Bij zien te komen. Die houdt de deur dicht. En nu is daar de deur. Met z'n drieën kunnen ze naar de stoelen. En daar gaat het gebeuren. Maar op een moment, kijk, binnen door. Hij houdt de deur daar nog dicht. Hij trekt ook weer binnen door. Wat een mooie actie was dit. Deze puur zak is dit. De achterlijn. Zandvoort zit nog op 1 en wie komt daar buiten nog eens? De 91 en de 51. De 52. De nog. En hier ook wordt in de Hekkersluister. Jonze van Heek. Moeder van Beroen. Van dat was dat een prachtig hobby. En ze race de sterren van haar heen naar haar moeder. Hier in de strijdberg. En daarachter Mike, Gerrit Smulkes, ja, en moeder van beroep.